kampen, workshops, therapiesessies, waar jonge kinderen met name onder druk naartoe worden gestuurd. Het is echt ongelooflijk. Conversietherapie heeft als doel de seksuele gerichtheid van een persoon te veranderen. En dat vindt vooral plaats in gesloten omgevingen, waaronder conservatieve religieuze gemeenschappen. En het gevolg is schrijnend van deze therapie. Een verhoogde kans op depressie, schaamte, paniekaanvallen. En ook doen slachtoffers van conversietherapie vaker een zelfmoordpoging. Wat gaan wij vandaag doen? Wij maken conversietherapie strafbaar. Hoe zat het ook alweer? We gaan terug in de tijd. In 1994 stelde Boris Dietrich dit idee al voor. Maar op 1 april 2001 was het eindelijk zover en schreef Nederland geschiedenis. Na een jarenlange strijd waren wij het eerste land ter wereld waar mensen van hetzelfde geslacht met elkaar in het huwelijksbootje konden stappen. In artikel 1 van de grondwet staat dat niemand gediscrimineerd mag worden op grond van ras, geloof, geslacht, levensovertuiging of politieke gezindheid. En D66 wil hier discriminatie op basis van seksuele gerichtheid aan toevoegen. Daarom hebben we in 2010 voor het eerst samen met de PvdA en GroenLinks een wetswijziging ingediend om LHBTI'ers en mensen met een handicap expliciet te beschermen in artikel 1 in de grondwet. Deze grondwetswijziging is ingewikkeld, maar wordt nu behandeld in de Tweede Kamer. 2012. Stellen van gelijk geslacht moeten overal kunnen trouwen en daarom mogen weigerambtenaren niet langer tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemd worden. Maar we deden meer. Op initiatief van Vera Bergkamp legden we in 2013 in de wet vast dat scholen geen medewerkers mogen weigeren of ontslaan omdat ze openlijk homo zijn of een homoseksuele relatie hebben. En in 2017 maakten we in het regeerakkoord afspraak om onnodige geslachtsregistratie af te schaffen. In 2018 introduceerden we de wet Algemene Gelijke Behandeling, waarmee we mensen die niet in het traditionele man-vrouw plaatje passen, beter beschermen. En sinds september 2021 mogen homoseksuele mannen sneller bloed doneren bij de bloedbank. Er is nog veel werk te doen op het gebied van emancipatie, maar D66 heeft hiervoor goede plannen. In het regeerakkoord hebben we afgesproken om het regenboogakkoord uit te voeren. Daarin staat bijvoorbeeld dat er extra aandacht moet komen voor Roze in Blauw, het politienetwerk voor de LHBTI-gemeenschap. Dat we artikel 1 van de grondwet, waar we het net over hadden, nu echt gaan aanpassen. En ook dat we internationaal de mensenrechten van LHBTI'ers blijven steunen. Zo werken wij aan een land waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen. Met vandaag dus ons wetsvoorstel om homogenezing te verbieden. En we hebben nog veel meer plannen. Ben jij benieuwd? Kijk dan even op onze website. En onthoud, je bent wie je bent.